De PvdA in Tiel heeft bij monden van fractievoorzitter Nathan Gradesen vragen gesteld aan het college met betrekking tot parkeerproblemen in de Rozenstraat in Tiel. De straat is aan de smalle kant en daardoor hebben hulpdiensten de grootste moeite om er zonder schade doorheen te rijden. Onlangs ging het een aantal keren mis. Een brandweerwagen zorgde voor flinke schade aan verschillende wagens en ook een touringcar maakte brokken. Wethouder Melissen gaf aan dat er getoetst is of de doorgang daadwerkelijk te smal is. Dit is echter niet het geval. Wel vraagt het enige rijderskwaliteiten en discipline van de bewoners om goed in te parkeren in de straat.